Van Halsteren naar Hola in Kenia, aflevering nummer 131. Met spoed naar de dokter. Jackie, mijn oudste zoontje, had de aardigheid gehad om een verse apennoot, een olienoot, in zijn neus te stoppen. Hij kwam het zijn moeder vertellen, maar toen zat die noot al zo'n eind weg in die neus dat ze er niet meer bij kon. Ik was in gevelden of wegen te bekennen, maar Fouke, mijn collega, zat gelukkig op zijn kantoor. Hij reed Corrie en Jackie naar ons hospitaaltje in Hola. En toen ze het spreekkamertje van de heer Mburu binnenkwamen, sloeg hen een stevige whiskylucht tegen. Ja, zei Mburu, die noot zit al zo diep dat ik er niet meer bij kan. Wat je doet, zei hij laconiek, rijd maar naar Malindi, dan kunnen ze dat werkje wel opknappen. Toen ik Fouke in het land tegenkwam, zei hij, je hebt een aardig tripje voor de boeg, man, even naar de dokter in Malindi, want die jongen van je heeft een olienoot in zijn neus zitten. Dat zat niet best, want het was druk, en om er dan zomaar uit te breken, dan doe je dat niet graag. Wat een gat is Galole toch, schold ik, moet je voor zo'n kleinigheidje al naar Malindi. En Mburu zit op ieder uur van de dag te drinken en hij is eigenlijk de dokter op dit moment in Hola. En als er toevallig eens wat anders bij hem aan de deur komt dan malaria of een tropenzweer, nou ja, vooruit dan maar, even 250 kilometer rijden naar de dichtbijzijnde dokter. Toen ik thuis kwam, had Corrie de zaak al klaar om te vertrekken. Aan Jackie was verder niks te merken. Hij kwam me alleen vertellen dat hij een peanut in zijn neus had, maar dat wisten we al. En we konden hem er moeilijk een waarderend schouderklopje voor geven. Christian, onze zoon van 2 jaar, namen wij deze keer niet mee. Die bleef bij de buurman onder toezicht van het kindermeisje. Francis Kamau, de accountant van het project, zou ook meerijden naar Malindi. Hij ging achter in de Land Rover zitten, een vreselijke kar waar ik in rijd, want er zit achter geen enkele mogelijkheid van ventilatie in. We waren nog geen 10 mijl weg of het zweet liep Francis over zijn blote rug, maar hij was niet zonder drinken van huis gegaan. Met een regelmaat van de mijlen die we achter ons lieten, ontkurkte hij een fles bier, een lekkere tusker, en dronk dat lauwe vocht met toenemende smaak. Maar de weg van Galore naar Malindi is nergens geplaveid. Doordat we haast hadden, raasden we bijna steeds tussen de 50 en de 65 mijl per uur, dwars door de kuilen, gaten en andere oneffenheden. Toen we bij Wenje waren, waren er 2 flessen bier gebroken, een verschrikkelijke bierlucht verspreidde zich door de landrover. We hadden de afstand nog nooit in zo'n korte tijd overbrugd. In 2 uur en 3 kwartier hadden we Malindi bereikt. Het was nog vroeg, pas 2:30 in de middag. We hadden intussen zelf een verschrikkelijke dorst gekregen en daarom gingen we eerst zelf ook snel een pilsje nemen in het Lawfords Hotel. En Mburu had beloofd dat hij radiocontact met Malindi op zou nemen en dokter Rosinger, een Duitser, zou waarschuwen. Dokter Rosinger, ja, staat aan het hoofd van het ziekenhuisje daar. Toen we bij het ziekenhuisje van Malindi aankwamen, schoot de dokter al op ons toe. Hij schreeuwde, wat denken ze daar bij jullie in Galole wel, dat ik hier alles kan hebben? Ik kan zo wat doktertje spelen van Garissa tot Malindi. Nou ja, en dat is een afstand in de lengte van 400 kilometer. Hij stond als een op hol geslagen molen met zijn armen te zwaaien. Het zweet siepelde langs zijn voorhoofd. Kijk eens naar al die patiënten. En hij wees naar de menigte inlanders die geduldig wachten op behandeling. Ik word hier nog eens gek, raasde hij. Neemt u ons niet kwalijk, maar we zijn gestuurd en ze zouden u verwittigen, zei ik. Dat is gebeurd, raasde hij nog door. Maar hij beduidde ons terzelfde tijd hem te volgen. Toen we in zijn behandelkamer kwamen, snauwde hij tegen Corrie dat zij er niet bij mocht zijn. Al die kleren uit en hij wees naar Jackie. Het kind moest plat gaan liggen op de behandeltafel. Even later kwam de dokter terug met een soort pomp. Hij was helemaal gekalmeerd. Hij begon zelfs aan een uitleg wat hij ging doen. In het neusgat dat leeg was, zou hij water persen en dat water zou er door het andere neusgat weer uit moeten en de olienoot meenemen. Francis Kamau, die ook mee was gegaan, moest helpen om Jackie in bedwang te houden. Het kereltje had dat niet meer. En ineens zei hij, ik wil papa een kusje geven. Toen hij dat had gedaan, bleef hij verder wonderlijk kalm. Ondanks bijna 1/2 liter water, bleef de olienoot onwrikbaar vastzitten. Hij ging bepaald niet zachtzinnig te werk, die dokter. Bloed en water stroomde over Jackie's gezichtje. Hij rende naar een instrumentenkast en kwam met een dun pinnetje terug. Hij begon nu naar de noot te vissen.
En even later had hij hem. Zo, dat is dat, zei hij tevreden. Een onervaren kerel had dit nooit klaargespeeld, zei hij daarna trots. Toen richtte hij zich tot Francis, in wie hij iemand van de medische staf van Kalole zag. Waarschijnlijk ging hij daarbij af op de bierlucht die Francis omgaf. Zo, zei hij, nu heb je gezien hoe ik het deed en zeur me volgende keer weer niet aan mijn hoofd. Francis was te verbaasd om er commentaar op te geven. De dokter snelde daarop de deur uit, op weg naar andere patiënten. Met een zuster handelden we het honorarium af. We hadden nog teruggekund die dag naar Galole als we dat hadden gewild, maar nu we toch in Malindi waren, besloten we om er maar een nachtje te blijven en de andere dag lekker even te gaan zwemmen, een fort op het strand te bouwen met Jackie en er gewoon eens even uit te zijn. Je moet in Galole niet gaan mankeren, want dan zit je er slecht. Sinds 4 jaar geleden de dokter er is vertrokken. Sindsdien worden we verzorgd door wat min of meer ervaren verplegers. Blote voeten dokters zou je ze kunnen noemen. Maar gelukkig hebben we vandaag het afscheidspartijtje gehouden van de heer Mburu. Zijn opvolger was ook reeds aanwezig en tot grote opluchting van iedereen zagen we dat deze man alleen maar Coca-Cola dronk. Om er zeker van te zijn heb ik stiekem even aan zijn glas geroken en inderdaad, het was pure cola. In de toekomst worden we tenminste onbeïnvloed behandeld en dat is wat we tijdens Mburu nooit hebben meegemaakt. Dank u, schrijfkouter.